gaan we weer terug, hè. Ik zie jullie daar. Zo, we zijn weer bij de mysterieuze plek. Heb je alles goed gemaakt met je wapenzusters? Uitstekend en precies op tijd. Mijn berekeningen zijn klaar. Volgens mijn berekeningen vormt zich een scheur hier in de buurt, waarmee we dicht bij de gevangenis van Anne kunnen komen. Waar precies? De precieze locatie bestaat nog momenteel in een spectrum van mogelijkheden. Het is zeer ingewikkeld om de quantum magie. Ik kan je de wiskundige berekeningen laten zien als je dat wilt. Nee? Nou, dan moet je me maar vertrouwen. Kom, om de precieze locatie te kunnen voorspellen, moet ik verse metingen hebben. Dat gaat waarschijnlijk sneller als je me helpt. Laten we eerst naar het gebied rijden waar de scheur waarschijnlijk zal verschijnen. Het is bij het moeras in het westen, niet ver van hier. Oké, dan gaan we nou maar naar het moeras. Ik zie je daar wel bij het moeras, een stukje. Zo, we zijn bijna bij het plekje van de moeras, waar de scheur zal plaats moeten vinden. Daar heb je het al. Moet je diverse moeras licht trekken. Dat doet me denken aan mijn thuis in ballingschap in het noorden. Maar er zijn een stuk minder heksen in dit moeras, hè? Nou, ik heb hier nog nooit één gezien. Dit is de hemelse richtingswijzer, een soort kompas voor interdimensionale reizigers. Het is misschien wel de enige richtingswijzer in deze dimensie, dus ga er net zo voorzichtig mee om als met je paard. Neem de richtingswijzer mee en rijd naar de punten die ik op je kaart heb gemarkeerd. Het apparaat registreert de pandorische energie van de locatie bij Anne's gevangenis. Als ik die meting vergelijk met mijn eerdere analyse, kan ik precies voorspellen waar de scheur komt voordat die verschijnt. Het gaat niet goed. Gelukkig nog net wel, voordat je weer te gespand wordt. Volgende locatie, daar. En weer afstappen. Volgende. Kom, spiritje, je kunt het. Er is nog één. Afstappen. Volgende. Nou, het laatste nog, hoop ik. Ik duw een paard bijna omver, joh. Eens even kijken wat die steeds zit. Is goed te zien in deze buurt. Yep. Daar is de volgende.
Ja. Is het gelukt? Hier geeft jullie geen wijzer maar aan mij. Eens even kijken. De quadrilateral locus is hier ascendant. Onthouden, rekening houden met de chronische verschuiving. Het is ons gelukt. Nou ja, ik heb het moeilijkste deel gedaan. Jij hebt alleen maar op je paard gezeten. We moeten meteen naar de scheur toe. Ik heb de hemelse richting wijzer opnieuw ingesteld zodat hij de weg wijst. Maak ruimte, ik kom eraan. Wacht even, je kunt toch niet, je bent toch niet beledigd om wat ik eerder zei. Goed, ik geef toe dat paardrijden ook belangrijk werk is. Vooral als je zo goed bent in de rijquest als jij. Mag ik dan nu een lift alsjeblieft? Nou, waar dan weer? Oké, daar ergens. Nou, ik ben benieuwd wanneer ik mijn paard moet wisselen. Met Majovic warm bloed. Is een beetje te ver weg, dus dat ga ik dus even niet redden. Als ik het dan probeer, dan word ik helemaal teruggespand. Spin. Oh, spinnetje, ik weet het. Het is goed te vinden. Hier naartoe. Een paarse straal. We zijn er. Het duurt niet lang meer. Dit is je kans om te stralen. Ben je er klaar voor? Op zich wel, maar ik weet niet. Als mijn berekeningen kloppen, wat altijd het geval is, moet deze scheur je heel dicht bij de plek brengen waar Anne wordt vastgehouden. Scheuren zoals deze zijn zeer onstabiel. Het blijft slechts zeer korte tijd open, tenminste in deze dimensie, vanwege de ruimtetijd uitzetting tussen onze wereld en Pandoria. We hebben ongeveer 5 minuten de tijd om aan de andere kant te zijn en te vinden wat we nodig hebben. Je moet zoeken naar een stuk puur Pandorium. Het is een kristallijne substantie, diep roze van kleur, zoals de sleutelsteen die je eerder hebt gebruikt. Denk eraan, dit is geen ritsmissie. Mocht je anders zien, laat je er dan niet toe verleiden om in je eentje achter haar aan te gaan. Vind het Pandorium en ga terug door het portaal voordat het dicht gaat. Anders wil je voor altijd in Pandorium vastzitten. Oh, daar komt hij. De scheur zal openen over 3, 2, 1... Ik moet hier nu even paard wisselen. Ja, ik zie die zo. Zo, daar ben ik weer met Diamond Star. Nou, dan gaan we het portaal binnen. Tijd en ruimte ontvouwen. Wel echt mysterieus dit. Tijd en ruimte ontvangen zich. Dat ze spiraal zou wel je kunnen juist influenceren. Wat spannend jongens. Echt.
hopelijk. Hopelijk is dit de juiste. Weer een onderzoek. Pandoria is echt een boomkoefje. Nou. Wat de volgende stuk dan? Jee, eindelijk de goede stuk gevonden. Nou, gaan we weer terug in het moerasje. Zo, we zijn weer bij het moeras, hè? Dat was nog eens wat. No, heb je het gevonden? No, geef het aan mij. Oh. Ja, dit is prima, Alicia. Dat is prima. En je was precies op tijd, want daar gaat onze scheur. Er was wel iets ongewoons aan die scheur. Deze ging niet dicht, zoals dat normaal wel gebeurt. Ik veronderstel dat de scheur simpelweg naar een andere locatie op Jovik is gegaan. Wie zal het weten? Misschien kom je hem nog wel eens tegen tijdens je reizen. Mocht je er opnieuw ingaan, zorg dan dat je niet te lang blijft. Anders word je net zoals ik. Goed, terug naar de zaak waar het allemaal om draait. Nu je de juiste materialen hebt, is er slechts één plek in Jorvik waar je een sleutelsteen zoals deze zou kunnen smeden. Het steenhouwersgewelf. Maar voordat we daarheen gaan, moeten we eerst met iemand praten. Kom Alicia, we rijden naar Moorland. Jee, nou. Ik zie je wel bij Moorland. Zo, we zijn bij Moorland. Even kijken waar we heen moeten. Wel, als dat niet Alicia en haar vertrouwen Ros Diamondstar zijn. Terug naar je idioot avonturen met die rare druiden, zie ik. Hoe dan? Jonge dame, ik verzeker je dat er niets idioots of vreemds aan ons bezoek is. En u bent? Ik ben de oom van Alicia. Everett, ja. Haar oom Everett. Weet u wat? Laat maar. Ze leek me aardig. Vriendin van je? Nee. Je kunt mij hier wel achterlaten. Oké. Nou, wat was het voor vandaag? Hopelijk vond je het wel een beetje leuk. Nou, doei.